Ik heropen de vergadering. Aan de orde is een extra regeling van werkzaamheden. Ik geef het woord aan de heer Asserkan van Denk. Dank voorzitter en dank aan de collega's dat dat ook op zo'n korte termijn kan. Voorzitter, in januari is het kabinet gevallen omdat het rapport verscheen ongekend onrecht. Daarin is vastgesteld dat de Kamer al onjuist werd geïnformeerd. En daarvan heeft onze minister-president altijd gezegd dat dat niet zo was. Daar was hij het niet mee eens, voorzitter. We zagen vanmiddag in een onthullende bijdrage van RTL zagen we dat dat wel zo was. Sterker nog, voorzitter, men was in de ministerraad niet bezig met het informeren van het parlement. Men was bezig om te kijken hoe men het eigen hachje kon redden. Hoe men Kamerleden kon temperen. Hoe men Kamerleden kon tegenwerken. Voorzitter, dit gaat over het fundament van de controle op de regering. Als dit niet goed gaat, voorzitter, kunnen wij hier met elkaar het werk niet goed doen. En ik zeg tot slot, voorzitter, dat dit er ook toe heeft geleid. Deze opstelling van het kabinet onder leiding van Rutte heeft ertoe geleid dat de ouders veel langer hebben moeten lijden. Ik vind dat onbestaanbaar. Voorzitter, ik wil graag een debat aanvragen met de hoofdrolspelers, in ieder geval een deel van het kabinet, de mensen die aanwezig waren. Ik wil ook dat de notulen worden vrijgegeven aangaande dit onderwerp. En ik zou graag ook het debat morgen om 9:45 willen plannen. Met uw welbevinden. Dank u wel. Is er steun voor dit verzoek? Mevrouw Marijnissen van de SP. Dank u wel, voorzitter. Ja, Rutte erkent ook in zijn reactie naar RTL dat er dus in de ministerraad gesproken is over de uitvoering van de motie. Die zou regelen dat de Kamer de informatie krijgt die ze nodig heeft om haar werk te doen, namelijk controleren. En niet alleen dat is heel ernstig, dat betekent ook dat de minister-president in een debat wat wij hier met hem over hebben gevoerd opnieuw heeft staan te liegen. Want hij ontkende dat namelijk. En dat blijkt niet juist. Voorzitter, wij steunen zeker het verzoek van de heer Asserkan deze week in debat. En zeker ook willen wij oproepen tot het vrijgeven van de notulen, in ieder geval van de ministerraad juni en juli 2019 en ook november 2019, waarin er gesproken is over het toeslagenschandaal, de CAF-11-zaak. Want anders vrezen wij dat wij hier een debat krijgen met de minister-president, het zoveelste debat over zijn geheugen. Nou, dan weet de SP wel waar het eindigt. Laten we dat voorkomen en geef ook die notulen van de ministerraad daarom vrij. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Wilders van de PVV. En aan de andere leden wil ik even vragen, zodat we dan daarna even tijd hebben om schoon te maken. De heer Wilders. Ja, voorzitter, ik zal het proberen kort te houden. Ik steun het verzoek van de collega volmondig. Het is ongelooflijk. Als deze berichtgever van RTL nieuws kloppen, dan hebben we niet alleen een liegende premier, opnieuw, maar dan hebben we ook een CDA-ministers die de heer Omtzigt in de ministerraad gewoon keihard hebben laten vallen. Dus ik hoop ook dat niet alleen het kabinet komt, maar dat ook de fractievoorzitters, in ieder geval van het CDA, hier aanwezig er ook zullen zijn. Alle stukken vrijgeven, morgen een debat en de onderste steen moet boven komen. En als we dat niet in een debat krijgen, dan zullen we desnoods die mensen uit de ministerraad maar onder ede moeten gaan horen. Dank u wel, mevrouw Bente Becker van de VVD. Ja, voorzitter, wij steunen een debat, maar het is wel belangrijk dat we zorgvuldige informatie krijgen. Dus we willen graag een brief van het kabinet en dan kunnen we daarna een debat inplannen. Dus wel steunen het debat, maar eerst een brief qua volgtijdelijkheid. De heer Van Hagen van Forum voor Democratie en dan mevrouw Pauw Verwij van Jaar 21. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hier gebeurt en het toont wel aan dat er iets grondig mis is. En ik zou daarom het debat van harte willen steunen, maar dan wel eerst nadat we alle informatie hebben gekregen. Maar misschien is het ook een mooi moment om alle notulen van alle ministerraden openbaar te maken, want we hebben dit wel vaker gehoord. Ook het proces Wilders hangt nog steeds op de notulen van een ministerraad. Dus ik weet niet wat er allemaal voor rare dingen worden besproken, maar het wordt tijd dat het parlement het heft in handen neemt en de notulen allemaal ter inzage krijgt, zodat we over al die rottigheid kunnen debatteren. Dank u wel. U steunt het debat, maar eerst een brief en nadere informatie. Mevrouw Pauw Verwij en dan de heer Geurts van CDA.
Dank u wel, voorzitter. Vanuit mijn fractie van harte steun voor zowel het debat als de stukken. Als dit waar is, dan ondergraaft het onze complete parlementaire democratie. Dus we moeten hier absoluut wat mee. Ik hoor de heer Azarkan zeggen dat hij graag de hoofdrolspelers wil spreken. Wat mijn fractie betreft moet het voltallige kabinet aanwezig zijn. Ze waren hier allemaal bij. Ze hebben dit allemaal gesteund. Ze moeten allemaal hier komen om verantwoording af te leggen. U steunt het verzoek en ook om het debat morgen in te plannen. Ja, dan de heer Geurts en dan mevrouw Den Haan van 50PLUS. Heer Geurts. Steun voor het debat, maar wel eerst een brief van het kabinet. Steun voor het debat, maar eerst een brief, mevrouw Den Haan en dan de heer Van Weyenberg van D66. Ja, voorzitter, steun voor het debat en ook voor het vrijgeven van alle documenten. We hebben een vertrouwenscrisis. Daarover praten we ook met de informateur. En ik vind eigenlijk ook dat ja, daar kunnen we wel mee stoppen. Dus wat mij betreft moet ook eerst dit debat gaan plaatsvinden. En of dat morgen is of overmorgen. Ik zou het wel fijn vinden als we even de gelegenheid krijgen om alle stukken te lezen. Dus u steunt het debat, maar ook eerst informatie? Ja, maar wel heel graag voor het reces. Dus het zou misschien een dag later kunnen, maar het moet wel echt heel snel. Dank u wel. En dan daarna de heer Ginwis van de ChristenUnie. Heer Van Weyenberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Van dat ben ik inderdaad niet. Ja. Ik steun het debat, maar ik wil wel graag eerst een reactie van het kabinet. Want ik wil ook gewoon antwoorden en een reactie op wat er in het artikel staat. Ja, steun voor het debat, maar eerst een brief. De heer Ginwis en dan de heer Van der Staaij. Voorzitter, SGP. Steun voor het debat, maar graag eerst een brief met een reactie van het kabinet. Dank u wel. En naar de heer Van der Staaij. De heer Wassenberg, Partij voor de Dieren. Voorzitter, ook SGP vindt het goed om allereerst een brief te krijgen waarin een reactie staat van het kabinet en vervolgens een debat erover in te plannen. Ja, dank u wel. De heer Wassenberg en dan. Ja, voorzitter, elke keer denken we, nou dit is het dieptepunt, lager dan dit zal het wel niet worden. En elke keer blijkt er toch nog meer rotzooi naar boven te kunnen komen. Dus nu moet echt de onderste steen boven komen. Dus van harte steun voor het debat en ook het verzoek van mevrouw Marijnissen om echt die notulen van die ministerraden te krijgen. Dat steun ik ook. Dank u wel, mevrouw Simons van B1 en dan mevrouw Van der Plas van BBB. En dan de heer Dassen van Volt. Vanzelfsprekend steun voor het debat, ook voor de vraag van mevrouw Marijnissen. Ik moet er echter wel bij zeggen dat, nou ben ik de naam van mijn collega vergeten. Neemt u me niet kwalijk. Dat ik in tegenstelling tot de heer Wassenberg eigenlijk helemaal niet zo benieuwd ben wat daar dan allemaal gezegd gaat worden. De maat lijkt mij wel vol. Maar de protocollen vragen erom dat we dan een debat voeren. Dank u wel, mevrouw Van der Plas, BBB, en dan de heer Dassen van Volt. Ja, wij steunen de aanvraag voor het debat en wel zo snel mogelijk. Als er een brief komt, dient die vanavond te komen, zodat morgen het debat gevoerd kan worden. Want hoe langer we hier dit gaan uitstellen, hoe groter de kans er is dat de heer Rutte weer geen actieve herinneringen eraan heeft. Dank u wel. En daarna ook nog de heer Snels van GroenLinks en dan de heer Nijboer van de PvdA. Gaat uw gang. Ja, voorzitter. Natuurlijk steun voor een zo spoedig mogelijk debat en steun voor openbaring van de stukken. Zeker in de fase waar we nu in zitten lijkt het ons in ieder geval ontzettend belangrijk dat we dit debat zo snel mogelijk gaan voeren. Dank u wel. U mag voor, meneer Nijboer van de PvdA en dan de heer Snels van GroenLinks. Voorzitter, het is wel ontluisterend. Welgemeende excuses, tranen van ministers van Financiën en de premier en dan de Kamer informatie onthouden en volksvertegenwoordigers een beetje onder de duim willen houden. Alle reden voor een debat, ook een snel debat. Dat mag van mij morgen, het kan ook volgende week, maar steun voor de verzoeken en ook het verzoek om de delen van de notulen die hierover gaan per onmiddellijke ingang openbaar te maken. Dank u wel. Tot slot de heer Snels van GroenLinks. Voorzitter, kortheidshalve sluit ik me aan bij de woorden van de heer Nijboer. Hier moet volstrekte opheldering over komen en zo snel als dat kan een debat. Dank u wel. Meneer Azarkan, u heeft een meerderheid voor het debat, maar wel na ontvangst van de brief. Ik zal in ieder geval dit stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Dank u wel. Ah, de heer Wilders. Nou ja, het is mij nog steeds niet duidelijk of toch wanneer die brief dan zou moeten komen. Want de Kamer is daar volgens mij niet eenduidig over geweest. Althans, de fracties die ze hebben uitgesproken voor een brief hebben er niet bij gezegd allemaal dat die brief vandaag of morgen zou moeten komen. Dus ik zou er wel op prijs op stellen dat of de collega's zich daar nog over uitspreken van de coalitie. En anders dat we benadrukken
dat die brief zo snel mogelijk moet komen. Want anders wordt het inderdaad een debat over een paar weken en dan loopt het weg. Ja. Wat ik voor u kan doen is vragen, omdat dit onderdeel van het stenogram ook doorgeleid naar het kabinet, waarin het verzoek is om een brief te ontvangen en zo snel als mogelijk. Volgens mij is dat ook een beetje de samenvatting van wat ik gehoord heb. De heer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben morgen ook een coronadebat staan. Dus zouden we ook op korte termijn dan kunnen horen of dat debat doorgaat. Of dat het vervangen wordt door dit debat. Dat is de volgende stap. Maar op het moment dat wij de duidelijkheid hebben, gaan wij natuurlijk goed kijken naar de planning van het debat. Ik dank u wel. Ik schors de vergadering voor een enkel moment. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.